Goedemorgen, we staan hier deze morgen in Antwerpen. We gaan samen met Bram een aantal schoolpresentaties houden in de Sint-Lutgardischool. Let's go! Vandaag ben ik hier om schoolpresentaties te geven in een middelbare school, om jongeren warm te maken om op een uitwisselingsprogramma te vertrekken naar een klassieke high school of om iets anders te doen met web. En voor het moment eigenlijk ben ik gewoon terug student en studeer ik rechten aan de KU Leuven, dus dat is allemaal heel interessant. Ik denk dat het belangrijk is om de informatie tot bij de leerlingen te brengen. Zeker de leeftijdscategorie 14, 15, 16-jarigen denken daar wel over. Maar ik denk dat zij misschien zelf minder de stap zullen zetten om zelf informatie te gaan opzoeken. En het feit dat zij informatie krijgen in de school toch wel bij hen de interesse wekt. Misschien nog niet direct voor dit jaar, maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel leerlingen thuis eens over gaan nadenken. En daarom is het alleen maar een meerwaarde. The most suspense part is when you get assigned your host family for almost 6 months or a year, where nobody speaks your home language or your mother tongue, then you get to learn a language really, really fast. It took me about 3 weeks to pick up English. That's the best way of learning a language. Schoolpresentaties de beste manier zijn om leerlingen te bereiken, om ze eigenlijk warm te maken voor de buitenlandervaring, om het beste contact ook, om ze enthousiast te krijgen, om enthousiast te vertellen over wat ik gedaan heb. En ik vind het eigenlijk heel leuk omdat leerlingen ook vragen stellen en anekdotes opbrengen waar ik zelf al lang niet meer aan gedacht heb. En dat vind ik heel leuk om terug dat moment wat te beleven. De reden die mij aanvankelijk het meest aansprak was het feit dat zij nog eens een les kregen in het Engels, die ook als luisterles interessant is en die voor hen de interesse opwekt, zoals een schoolboek dat normaal gezien niet kan. Maar nu dat ik het bijgewoond heb, vind ik het ook heel interessant dat die kinderen ook wel weten wat de mogelijkheden zijn om die taal eens te oefenen en bij te studeren in een ander land. Wij zijn te veel gefocust op onze onderwijssysteem hier in België. Het feit van eens deel te nemen of te kunnen naar een ander land gaan en daar in een school ingeschakeld te worden, verruimt uiteindelijk toch wel je hele denkpatroon, je denkwereld. Je staat meer open voor andere culturen, maakt ook kennis met andere culturen en gaat daardoor denk ik ook daarna dingen anders beleven. Dus ik denk alleen maar een meerwaarde voor de leerling. Voor degenen die het kunnen doen is het ongetwijfeld ongelooflijk interessant. Zeker om het te doen in een derde of een vierde jaar, omdat ze dan geen schooljaar verliezen. Ik hoop dat leerlingen zullen inschrijven en dat ze de stap zullen zetten. Maar het zal misschien niet direct zijn, maar ik denk dat er toch wel een aantal zijn die het zullen overwegen. En dat is dan net door het feit dat jullie hier op school geweest zijn, denk ik dan. Om zeker te gaan, denk ik dat het schitterend is om zoiets vanaf nul alles terug te kunnen opbouwen. Omdat het heel leuk is om nieuwe mensen te leren kennen. En omdat het eigenlijk dat het heel snel gaat, dat ze geen schrik moeten hebben dat het niet gaat lukken, want het lukt altijd bijna. En je kunt dat zeker, je kunt dat zelf allemaal in orde brengen als je dat wilt. Een overtuiging ook is van ja, je moet gewoon af en toe springen en je leert heel hard je plan trekken. En dat gaat vanzelf komen, ik ben daar 100% zeker van.